En we hebben een cadeautje gekregen van Riot Games. En dat wilde ik even openmaken in deze vlog. Dus let's go. Volgens mij een adventkalender. Want dat stond in het mailtje dat de adventkalenders kwamen met chocola. Ik heb ook zeker chocola. Dus dat komt goed uit. Oelala. Wat is dit? Wat ziet er? Oh, de Nuno en Willem adventkalender. Oh my god. Er staat ook allemaal dingen bij. Want ik ga de eerste even voorlezen. Kijk hoe leuk. Bound together by an ancient power and their shared passion for snowballs, Nuno and Willem now roam Freljord together. Wherever they go, they breathe life into their fantastic adventures. Oeh, chocolate jam. Oké, ik ga het eventjes op Instagram zetten en dan ga ik hem opeten. Nou, we kunnen maar kiezen. Wat een keuze, wat een keuze. Laten we deze in ieder geval even op de camera zetten. En dan... Maar ik denk dat er geen mooiere is hoor. Want ik vind hem best wel lekker vol en zo. En hij is recht. Die stam moet recht zijn. Ja, deze is veel smaller hè? Ja, die is niet zo mooi. Er zit zo'n lange pierenkaan. Ah ja, dan knip ik altijd gewoon af. Ja, maar zonde. Kijk, bij die papa heeft er zitten boven. Nee. Ook niet, hè? Die papa is mooi. Het is eigenlijk een hele mooie boom. Ja, nou, dan nemen we die. Lachen met die, ja? Ja, er zit in het midden precies een piek, maar... Ja, ja. Niet zo mooi als die, hè? Ja, maar ja, als je hier wat aanhangt, gaat dat hangen, hè? Ja, ik vind hem ook wel mooi. Ik heb net lekker gesport en ik dacht, laat even mijn buik zien. Dit shirt past helemaal niet meer, want mijn buik komt eronder uit. Maar het sport was wel lekker verder. Het is altijd, ik vind het echt fijn om een uurtje in de week gewoon bezig te zijn met sporten in ieder geval. En dan probeer ik iedere dag ook nog een beetje te wandelen als het me lukt. Vandaag heb ik een dag vrijgenomen van stream. Het is donderdag. En morgen begint namelijk de subathon. En ik heb geen idee hoe lang die gaat duren. De vorige keer 9 dagen. Bijna 10. Ja, ik weet niet zo goed waar ik me op moet voorbereiden. Maar ik dacht, ik neem wel een dag vrij voordat de subathon begint. Dat ik vanavond lekker met Nicky op de bank kan liggen. Dan ga ik nu allemaal dingen doen die ik moet doen voor de subathon. Waar ik dadelijk geen tijd meer voor heb. En natuurlijk een beetje de subathon voorbereiden, zodat er leuke dingen gedaan kan worden tijdens de subathon. Had ik al het eindresultaat van de boom laten zien? Ja, dit is dus het eindresultaat. Ik denk dat de piek er niet op past. We hebben de piek hier wel liggen, maar hij is een beetje hoog. Het is echt een boom van mijn dromen. Zoals je ziet, allemaal lekkere dingen in de boom. Maar het probleem is dus dat ik heel erg honger krijg van de boom. Dus dat is wel een beetje jammer. Daar hangt sushi. En er liggen ook cadeautjes onder. Ja, echt van alles hebben we erin hangen. Van appels tot frietjes. Aardbeien, meloenen. Avocados, pizzapunten, croissantjes, smoothies. Alles wat je kan eten en drinken is welkom in onze boom. En ieder jaar komen er weer nieuwe ballen bij. Het is vrijdag en de subathon kan beginnen. Ik moet eerlijk zeggen dat ik best wel zenuwachtig ben of zo. Ik heb vannacht gedroomd dat ik echt na 4 uur kon stoppen. Dat zou kunnen natuurlijk. Dat zou ik wel jammer vinden, want ik heb wel zin om een aantal dagen te streamen. Ik ben zo benieuwd hoe lang ik moet streamen. Het is best wel vervelend dat ik niet weet hoe lang ik nu ga streamen. Maar aan de andere kant is dat ook wel weer de charme van een subathon. Want je denkt heel vaak van, oh, het is bijna afgelopen. En dan moet je nog heel veel dagen. Dat is heel grappig. Ik weet niet. Ik weet ook niet wat ik kan vloggen precies. Of ik daar de tijd en energie voor heb. En dat ik überhaupt aan denk. Dus dat zien jullie wel in deze vlog.
En ik moet natuurlijk ook editen op stream. Ik weet niet hoe ik dat ga doen, maar we zien het allemaal wel hoe het gaat lopen. Goedemorgen, het is dinsdagochtend en we zijn inmiddels 4 dagen verder met de subbeton. En we zijn nog steeds bezig. Daar staat de camera, hij staat even aan de oplader. Hier is de chat. En vandaag ga ik naar de verloskundige. Dat ga ik niet vloggen. Dat ga ik wel vloggen. Ga ik niet streamen. Dus ik dacht, ik pak jullie er weer bij. Ik heb mijn sneeuwtrui aan. Terwijl het eigenlijk niet sneeuwde, maar ik zag hem liggen. En ik dacht, ja, die heb ik zin in om aan te trekken vandaag. Kerstboombier. Ik weet helemaal niet of ik het eindresultaat had laten zien in de vlog. Volgens mij wel. Ik weet het niet meer. Ik wou nog eventjes die crème aan jullie laten zien. Die ik altijd iedere avond op mijn buik smeer. Dus dat ga ik jullie zo ook laten zien op de vlog. Want nou ben ik tegen deze twee dingen tegelijk aan het doen. Het zou wel kunnen dat dit een beetje een kort vlogje is. Omdat ik natuurlijk aan het streamen ben. Maar ik zal wel wat clips van mijn subbeton invoegen in deze vlog. Als ik niet probeer. 2 weken geleden in Denemarken is het echt gebeurd, hè? Ja, dat klopt, ja. Die staat er vast. Nou, deze leeft best lekker, maar nou, ga jij er eens op liggen. Jij... Oh ja, en jullie zijn er allebei best in. Daar wil ik jullie nog even mee doen voordat ik dat ga slapen.
het dropt gewoon voor €250. Nou, dan zie ik jullie sowieso allemaal morgen om 8 uur nog steeds. Reactive. 5 seconds left. Op 4 has located a bomb. Get ready to engage. Ja, yeah, wat is er joh? Duurde te lang, maar ik had wel een kill. Af te trekken. Ik heb nog niet zo iemand, denk ik. Ja. Die zijkant is niet zo stevig, dat is minder hard. Voelen? Nou, nog 5 minuten wachten of zo voor ja. 9 uur, hè? Ja. Zo 4. Om als die op 5 minuten staat of op 1 minuut, dan te doneren. Maar misschien heb ik dat verkeerd ingeschat, hè? Maar dat is nog niet gebeurd. Ik zeg dat gewoon tegen mezelf. Mocht het dan gebeuren, dan dat ik niet bij 5 minuten denk, oh, we zijn echt bijna klaar. En bescherming van mezelf. Oké, nu ging ik drinken pakken, hè? Dat had ik gezegd. En dan pak ik ook een bakje waar ik die... Gaan we een baby ooit zien of gaan jullie hem haar... Sowieso een haar. En op een bepaalde leeftijd niet meer in beeld brengen. Ik ga er 1 keer laten zien. Van kijk eens wat ik heb gecreëerd. Dan de Lion King. Ja. Hoe gaat het nummertje dan? Ja. Oeh. Voor die laatste 10 seconden. Verloskundig boekie, chat mee. We kunnen bijna gaan. Dit is de olie die ik iedere avond voor het slapen gaat op mijn buik smeer. Bij de verloskundige. We wachten in de wachtkamer. Ik heb er zin in. Alles was weer goed. Ze lag weer echt totaal anders dan vorige week. Dus ik had goed gevoeld dat ze veel bewoog. En dat ze aan het draaien was en zo. Ze lag met haar hoofd naar boven nu. Maar dat zegt nog helemaal niks. Ik maak me daar niet echt zorgen over. Kijk ja, ik wil natuurlijk niet... Ik wil heel graag natuurlijk bevallen. Dus niet een stuitbevalling. Maar ze kan echt nog draaien en ze draait zoveel, dus ik ga er eigenlijk ook wel vanuit dat ze nog gaat draaien naar de goede positie. Dus we houden hoge moed en in ieder geval was alles goed met mij, met de baby, dus niks aan het handje. We kunnen weer lekker doorzwangeren.